Wintersporten als je gehandicapt bent. Het lijkt onmogelijk, maar dat is het niet. Stichting Samen Ontspannen, kortweg SSO genoemd, verzorgt jaarlijks voor vele mensen met een handicap wintersportvakanties in Oostenrijk. In het plaatsje Hutouw ligt op zo'n 700 meter hoogte Hotel Hubertushof. Reeds vele jaren reserveert de stichting SSO deze accommodatie voor hun gehandicapte wintersporters. Het is een uitstekend hotel met vele faciliteiten welke zijn afgestemd op deze doelgroep. De tweepersoonskamers bieden veel ruimte en de douchegelegenheid is uitermate geschikt voor rolstoelgebruikers. Voor de opslag van de skihulpmiddelen heeft de stichting de beschikking over de kelder van een bouwenhof, annex vakantiewoning. Enkele kilometers van de hotelaccommodatie op een hoogte van circa 1400 meter. De skihulpmiddelen vragen jaarlijks om het nodige onderhoud en indien nodig om vervanging van onderdelen. Daarom gaan jaarlijks enkele enthousiaste SSO-begeleiders enkele dagen voor de komst van de deelnemers reeds vooruit. Nadat de deelnemers op verschillende plaatsen in Nederland zijn ingestapt, komt de bus een kleine 13 uur later aan bij het Hotel Hubertushof in Hutouw. De ontvangst is uitermate hartelijk en de eigenaar van het hotel kent vrijwel alle vaste deelnemers bij naam. Ook de bus biedt de nodige faciliteiten en comfort. Zo zijn onderlinge stoelafstanden zeer ruim en is er voldoende plaats voor diegene die aan een rolstoel is gekluisterd. Verder beschikt de bus over een rolstoellift. Nadat de bagage is uitgepakt, is het tijd voor de deelnemers om hun kamer te bekijken en kennis te maken met hun kamergenoot. De onderlinge band tussen deelnemers en hun begeleiders is uitstekend. Alle maaltijden in het hotel zijn erg variërend en ruim voldoende. De dag na aankomst vergt nog even de nodige tijd om skis, schoenen en langlauflatten te huren. Evenals in het hotel is ook hier de SSO kind aan huis. En dan is het eindelijk zover. De bus brengt dagelijks eerst de skiers naar het dalstation. Na de nodige voorbereidingen worden deelnemers en begeleiders uitstekend terzijde gestaan door het personeel van de stoeltjeslift. Voor de langlaufers en wandelaars stopt de bus zo'n 20 kilometer verderop. De omgeving hier is zelfs bij slechte sneeuwcondities een waar paradijs. Voor de langlaufers en wandelaars die dit willen, begint hun activiteit dagelijks met een korte warming-up om de spieren soepel te krijgen. Dan begint het langlaufen. Een combinatie van lopen en glijden op latten op de loipen, een strak uitgezette route. Het contrast tussen de hoge bergen en de uitgestrekte dalen biedt de deelnemer een adembenemend schouwspel. Kijk,
En heb je even genoeg van het langlaufen? Zoek je gewoon een terrasje op waar je lekker kunt genieten van een kop koffie of warme chocolademelk. En na nog wat geluier te hebben in de warme winterzon, pak je de draad weer op. De skiers hebben inmiddels de hoogste toppen bereikt en maken onder begeleiding hun afdaling. De brede pistes in dit gebied geven deelnemer en begeleider een rustgevend en vooral veilig gevoel. Nodig wordt extra hulp geboden bij de liften door een van de begeleiders van de SSO. Nergens word je aan je lot overgelaten. Daar zorgen de begeleiders wel voor. De lunch wordt veelal in een van de gezellige berghutjes gebruikt. Een lunchpakket kun je zelf of samen met je begeleider tijdens het uitgebreide ontbijt in het hotel samenstellen. Maar als je liever gebruik maakt van een menukaart, ben je daar natuurlijk vrij in. Na de lunch is het weer tijd voor een afdaling. Voor vrijwel iedereen met lichamelijke, geestelijke en visuele beperkingen heeft de stichting speciaal ontwikkelde skihulpmiddelen, waardoor je toch in staat bent prachtige afdalingen te maken. Eén week wintersport georganiseerd door de SSO. Heb jij een handicap en ben je geïnteresseerd? Surf dan naar www.samenontspannen.nl.